En het boerencollectief van Saramaca sleept Staatsolie NV voor het gerecht. De boeren beschuldigen het bedrijf van het verstoren van de waterhuishouding van de Wayambu-swamp, die als waterreservoir wordt gebruikt voor de landbouw. De beslissing voor een rechtszaak is gisteren aangegeven tijdens een persconferentie van het collectief. Volgens Serena Esset, vertegenwoordiger van het collectief, hebben de boeren laten onderzoeken wat de oorzaak is van deze schade. In dit kader is Hydrocom, deskundig bedrijf, in de arm genomen en heeft een team onder leiding van meneer Perry van Lezen, die zit hier naast mij, onderzocht wat de oorzaak is van die schade. De deskundige rapporten zijn hier. Het is een lijvig onderzoek dat verricht is geworden. En uit het deskundig onderzoek is gebleken dat Staatsolie die schade heeft veroorzaakt. Het is namelijk zo dat Staatsolie een oliepolder heeft aangelegd in de jaren 90 en in dit kader een heleboel dammen, kanalen en sloten heeft gegraven. En bij die werkzaamheden geen rekening heeft gehouden met de natuurlijke stroming van die swampen. En daardoor is de hele waterhuishouding van die swampen verstoord. Er is geen enkele reden om te twijfelen aan de deskundigheid van meneer Van Lezen, die heeft al langer dan 20 jaar ervaring met swampgebieden, is directeur geweest van verschillende ondernemingen. Dus het deskundig rapport dat is hier en daaruit is het evident dat Staatsolie die schade veroorzaakt heeft met de aanleg van die dammen. Hij zet zich verder dat naar aanleiding van het resultaat van het onderzoek Staatsolie in 2016 is benaderd om rond de tafel te gaan, zodat deze zaak onderling opgelost kon worden. In eerste instantie had Staatsolie geweigerd, maar door tussenkomst van de regering is de groep toch aan de onderhandelingstafel geweest, zegt Esset. En zijn deze resultaten van het onderzoek aan Staatsolie gepresenteerd? Nou, de houding van Staatsolie die daaruit volgde is ons constructief geweest, niet coöperatief en zelfs bijna onbegrijpelijk, omdat Staatsolie ontkent de schade te hebben veroorzaakt en stelt dat dit rapport niet duidelijk genoeg zou zijn, terwijl op geen enkele wijze onderbouwd wordt weerlegd waarom de resultaten van het onderzoek niet aanvaard kunnen worden door Staatsolie. Staatsolie heeft toen aangegeven zelf het onderzoek te verrichten. De boeren hebben voor de efficiëntie van de zaak en met name de objectiviteit van het onderzoek voorgesteld dat niet Staatsolie zelf nu een onderzoek gaat doen, maar dat Staatsolie een deskundige aanwijst, de boeren een deskundige aanwijzen en dat die twee deskundigen een derde deskundige aanwijzen, zodat op objectieve wijze kan worden vastgesteld dan wat precies de oorzaak is van die schade. Ook dat voorstel heeft Staatsolie afgewezen. Aldus Serena Esset, vertegenwoordiger van het boerencollectief Saramaca. Ze sprak gisteren tijdens een persconferentie gehouden door het collectief. De boeren hebben aangegeven Staatsolie voor het gerecht te zullen slepen voor het verstoren van de waterhuishouding van de Wayambu-swamp, die als waterreservoir wordt gebruikt voor de landbouw. De persconferentie is gehouden in het Lalaroek-gebouw.